Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag heb ik een XNS Hippel. Wat is dat? De 500, 600 serie. Het is een 640 die overgenomen is door Structon. En in de Structon kleurstelling is gebracht. Ik heb deze overgenomen in de wetenschap dat hij het niet deed. En dat deze drijfstang die hierop hoort te zitten er niet niet werkt. Nou, is dat niet het enige wat ontbreekt? Ik heb al gezien dat hier zit de trap. Deze kant zou die denk ik ook moeten zitten, ja of niet? Nou ja, dat is in ieder geval al het werk wat hierop zit van volgens mij blauwe stangen, grijpstangen, dat ontbreekt ook. Daar ga ik nu niet zo heel veel aan kunnen veranderen. Ik weet wel, hij is analoog, maar digitaal voorbereid. En hij doet het niet. Dus ik pak even mijn transformator erbij. Hier zet ik ook mijn rollenbank. En als ik er stroom op zet, zie ik, jullie niet, de verlichting aangaan. En voor de rest helemaal niets. Nou. Ik ga even kijken of ik deze ladder er goed af kan krijgen. Nou, dat is vrij lastig. Om hem open te maken, want de motor. Ik heb hier al wat naar gekeken. Even voorbereid. Ik begin met deze onderdelen heel voorzichtig los te halen. Zo. En dat doe ik ook bij de trapjes. Aan die kant in ieder geval. Deze trapjes. Die laat ik even zitten. Ik weet niet of die er makkelijk af kunnen. Deze drie schroeven zijn voor het openhalen van dit binnenwerk. Zodat je de wielen eruit kunt halen. En daar ga ik ook even mee beginnen, want ik wil hem vrij ver demonteren. Ik vermoed dat deze middelste schroef hier, die vrij lang, ook iets doet voor het, kijk, of voor het frame op zijn plek houden. Als je deze eraf hebt gehaald, zie je hier normaal gesproken vier schroeven, maar er ontbreekt er eentje. En deze houden eigenlijk in feite de onderkant op zijn plek. En dan zie je, nou, die wielen kunnen er nu uit. Laat ik dat ook vooral doen. Dat er langzaam wat beweging komt. Je kunt op de achtergrond wat stofzuigen horen. Dat zijn de buren. Het is hier op de benedenverdieping waar ik sta vrij klein, dus ik denk niet dat dat heel lang nog te horen zal zijn. Zo. Als je dit loshaalt zie je dat hier een voedingskabel zit en daar een voedingskabel. Maar uiteindelijk klemt. Ik had die beter vast kunnen laten zitten, bedenk ik me nu. Geen probleem. Toch niet. Het moeilijke is, de behuizing klemt hier in deze hoek. Waar normaal gesproken deze verbreding voor zit. Dus, met een beetje ja, rustig aan die kant is hier een beetje uit. Oh, dat is nog een schroef die los lag. De voorkant niet vergeten. Volgens mij moest deze eraf. Ik denk niet dat me dat lukt. Nou, dat lukt me niet.
Bij het erop zetten, ik heb hem net helemaal uit elkaar gehaald, merkte ik dat deze naar boven, naar buiten kwam. Omdat daar een pin in zit die weer wat blokkeerde. Dus ik wil hem heel voorzichtig eraf halen. Kijk, deze pin, die zit vrij diep die behuizing in. Ik had het idee dat die ervoor zorgde dat het metalen deel vastgreep achter die pin hier. De behuizing. Zo. Deze komt eraf. Die zorgt ervoor dat de cabine hier, dat licht niet aan alle kanten doorschijnt. En dit is hem. De binnenkant. Nou. Dit metalen deel kun je hier dus uithalen. Maar die zitten hier dus vastgesoldeerd. En ik ga hem nu... Oh, daar schiet een draadje los. Nee, hier moet jij in en jij moet daarna. Oh jee. Dit is een power pickup. Die hoort hier naar beneden te gaan. Die schoot naar boven toe. Zo. Nu dat ik hem open heb, zet ik hem ook weer vast. Wel met goede schroeven. De allerkleinste en kortste zijn er voor hiervoor en achter om het de onderkant vast te zetten. Zo. Nou, was deze kabel hier die draad losgeschoten. Kom, soldeerstation aan. Ik zit hier ook met de magneet van de motor. Dus ik heb wat moeite met mijn schroevendraaier op zijn plek te houden. Om de kabel op zijn plek te houden om alles vast te zetten. Maar het is gelukt. Hij zit weer terug vast. Nou. Demonteerd. We zagen net dat hij het niet deed. Ik heb hier... makkelijke kabel. Die zet ik rechtstreeks op de connectoren. Op de power pickups hier beneden. Nou kan ik deze pakken. Ja. Dit gaat gewoon naar mijn voeding hier. Mijn Fleischmann voeding. En dit is één kant op. Lamprand. Dit is de andere kant op. Lamprand. En volgens mij, ja, dit zijn gloeilampen. Hier zit de decoder aansluiting. Er zit nu de gebruikelijke connector op om hem analoog te laten rijden. Nou. Ik kan dus gas geven, maar het brandt alleen maar met de verlichting. En ik denk dat ik zie dat hieronder... Dat was de verkeerde. Daar zit iets niet helemaal lekker. Oh nee, kijk. Dit pinnetje is verbogen. Dat is alles. Dat zijn de makkelijke. Dat. En deze zijn allemaal kapot. Om de motor los te halen zit hier onder een schroef. Die kun je losdraaien en als het goed is, even de stroom eraf halen. Wil ik de hele printplaat loshalen?
Ja, ik ga de hele printplaat loshalen. Zo, lampjes. Dit is de motor. Dit zijn de lampjes die hier voor de achterkant en hier voor de voorkant. Excuus. En dit is de motor. Ik moet zeggen dat als ik hem zo zie, ik vind hem heel erg lijken op die in de oude sikjes zit. Ik ga gewoon even deze pinnen aanduwen. En deze motor zit hier in onder dit zwart plastic afdak. Daar zit het wormwiel op een tandwiel. En dat tandwiel komt hieruit en daar sluit dit tandwiel je op aan. Dus heb je aandrijving op maar één as. Ik denk met het idee dat door deze drijfstangen daadwerkelijk alle assen aangedreven zijn. Wat ik wel charmant vind. Misschien wat een goedkope oplossing. Maar toch, dat je dus daadwerkelijk de drijfstangen gebruikt om de aandrijving voor elkaar te krijgen op alle wielen. Alleen had ik dan misschien dat gemaakt van iets beter plastic. Of niet van plastic, zodat het wat langer mee zou gaan. Want wat hiermee gebeurd is, ik heb geen idee. Ik zie geen valschade, maar ja, al die dingen afgebroken. Ik vind het apart. Ik heb even mijn connector losgehaald. En ik ga nu de hele boel in elkaar zetten. Deze motor tussen de nieuwe gebogen pinnen. Zo. Dan de motor daarin. Wat gaat er mis? Hij doet het! Ik heb alles opnieuw in elkaar gezet. Eigenlijk opnieuw verbogen, alles opnieuw in elkaar gezet. Maar nu voorzichtiger het geheel erin gezet. En nu zitten de connectoren goed op de motor. Ik hoop dat hij dit... dat hij niet plotseling, wat voor reden ook, weer verbuigt en weer losschiet. Als dat het geval is in de toekomst, dan soldeer ik de motor gewoon vast. Wat natuurlijk voor de vervangbaarheid iets minder netjes is, maar voor het kunnen gebruiken van de locomotief wel beter. Wat nu nog rest is al die drijfstangen die afgebroken zijn, die hier eigenlijk weer op moeten. En ik weet niet of dit te lijmen is of dat ik gewoon nieuwe moet bestellen. Maar ik ga in ieder geval een poging wagen. Kijken of ik wat voor elkaar kan krijgen hiermee. De bedoeling is in ieder geval dat ik waarschijnlijk de onderkant er weer uit moet halen om de wielen tevoorschijn te houden. Maar hier zie je, moeilijk te zien misschien, een gat. Daar moet dit deel in. En de pin, daarvan zit hier een gat. En dan kun je ze er zo in feite op gaan zetten. En dan beweegt het zich allemaal tussen het wiel en de plastic zijkant. En ik denk dat als ik het zo, dat deze hier ook gewoon wel op kan, dat het wel gaat lukken. Kijk. Ik denk wel, ja, lijmen van dit kleine stukje plastic, wat dan ook nog eens die kracht over moet brengen. Ik heb er zo mijn twijfels bij, maar ik ga het eens proberen. Niet geheel onverwachts was het lijmen niet zo'n goed idee. Deze zit weer helemaal los. Dus tijdens mijn verbouwing heb ik wat onderdelen besteld voor deze. Dit zijn alle onderdelen die hier nog allemaal raken. En hier zitten ook de nieuwe loopassen, krukassen, hoe noem je die dingen in, die er nog op moeten. En ja,
Ja, dat gaat nog even een gepuzzel worden. Ik ga deze, om deze erop te kunnen zetten, moet die weer een keer los. De onderstel moet los en dan kan ik alles erop zetten. De asjes voor de linkerkant waren op. Dus ik heb asjes, twee asjes voor de rechterkant. En het verschil is dat er zitten hier punten aan. En die horen, denk ik, naar beneden te wijzen. Dat lijkt mij het meest logische. Maar aan één kant gaan deze dus naar boven wijzen. Ik wilde niet nog een keer een bestelling later moeten doen. En weer die verzendkosten moeten betalen. In de hoop dat dan iets wel beschikbaar was. Dus ik heb ervoor gekozen om hem niet helemaal correct te maken. Ik vind dat voor mij zelf op de baan aanvaardbaar. Dus het maakt ook het installeren makkelijk. Ik hoef nou niet per se te kijken welke kant waarop gaat. Het zou een kwestie moeten zijn van het zo op de wielen klikken. Even kijken waar de wielen moeten. Deze moet op een einde. Dat is ook goed om te weten. Zo. De vorige keer dat ik hiermee bezig was, is een tijd geleden. Toen was ik nog in afwachting van de sleutel van mijn huis. En nu doe ik dit dus tussendoor. Tussen de verbouwingen en opknappen en schilderen door. Omdat ik nu even een dagje rust heb. Wat ook moet. En de onderdelen. Ja, ik had ze niet verwacht. Ik had ze of veel eerder verwacht. Eigenlijk had ik ze 2 weken geleden al verwacht. Ja, of heel veel later. Dus kijken of dat dit gaat passen. Of dat dit een probleem gaat worden. Volgens mij gaat dit een probleem worden. Of nee. Ja, nee. Dit lijkt te gaan passen. Alleen zie ik dus. Nee, wat gek. De punten zitten nu aan allebei de kanten aan de bovenkant. Onverwacht. Ik vraag me echt af wat dan het verschil is. Met tussen de linker en de rechter versie. Wellicht dat hij dadelijk niet blijkt te kunnen lopen. Dat zijn allemaal losse onderdelen. En nu ben ik 1 schroef nog kwijtgeraakt. Dadelijk even goed zoeken waar die ene gebleven is. Het verhindert mij niet om nu te kunnen testen. Alleen zit hier nu even geen schroef. Als ik hem met de hand draai, voel ik geen weerstand. Dus het is niet zo dat er iets tegen de richting indraait en dus klem gaat zitten. En nee, dat voelt allemaal goed. Dus ik zal eens even kijken op de rails. Ik weet niet of ik stroom heb hier. Volgens mij heb ik hier stroom op staan. Ja. Nou, dit ziet er goed uit. Niet te zien voor jullie natuurlijk. Ik zal dit. Hey, hier is het schroefje. Hij zit hier op de magneet. Kijk. Ook deze kant op. Ik zal dadelijk even een mooie shot maken van hoe die nu loopt. Maar dat is heel mooi. Ik heb meteen ook alle ontbrekende onderdelen voor op de behuizing. En dat zijn dus de horen, de luchtslangen, relingen. Deze ladder ga ik vervangen. Die zit hier ook tussen. De rondom de verlichting moet een geel rondje zitten. Zit hier ook bij. Een koppeling was nog versleten. Die heb ik erbij gekregen. Nog meer relingen. Nou, dit is een flinke tas met spullen die ik er nu niet op zetten. Dat doe ik als ik hem op de baan ga zetten.
En ik ga ook alle losse dingen die ik hier heb liggen, en dat zijn er ook nogal wat, er even zo bij doen. Zelfs de oude drijfstangen gaan erbij. En ze wijzen nu naar boven. Ik zou ze nog kunnen demonteren en er opnieuw op kunnen zetten. Dus wisselen van kant. Maar ik ga gewoon even op internet kijken. In een echt voorbeeld welke kansen op moeten staan. En tot op heden zie ik weinig verschil tussen de linker of rechter versie. Dus het is me niet helemaal duidelijk. Sowieso snap ik niet helemaal waarom een van de twee uitverkocht is. Dat snapt mijn hoofd niet, die logica. En ik snap niet waarom er dus een verschil in zit. Oh, dit is een kleine antenne. Die wil ik ook bewaren. Zo, zou ik eigenlijk in een los zakje hierin weer moeten doen. Ik ga hier een opname van maken. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. Ik denk dat de volgende opname misschien nog wel hier zou kunnen zijn. Als ik iets heb om te repareren. Want ik ben ook een beetje door mijn materiaal heen. Maar alsnog, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Ja, de kap zit er nu nog niet op de voorkant. Dus je ziet nogal het licht doorschijnen. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe. Deel het met iedereen die hier misschien interesse in heeft. En tot een volgende keer.